Ja. Dat is enthousiasme, Miguel. Ik snap het. Sascha, ik wil het eigenlijk even lichtgewicht houden, dit item. Ik heb niet een heel erg zware nieuwsbericht voor jullie meegenomen. Ik geef je heel kort het nieuws heen van deze dag. En dan wil ik graag even met jullie over praten. Mogen jullie trouwens zelf uitzoeken waar we het over gaan hebben? Oké. Dat denk ik nu in één keer. Vind ik leuker. Oké. René van der Gijp is aangehouden. Is overvallen. En de overvaller is aangehouden. Gaan we het daarover hebben? Gaan we het hebben over het fitnessbedrijf van Wendy van Dijk dat failliet is? Gaan we het hebben over Wesley Snijder, die op een auto aan het dansen was? Of zangeres Kalani, die aangeklaagd is? Wie? Kalani. Nou, ik ken haar niet. Nou, weten we die ook al? Ik vind het wel grappig dat Gijp gegrijpt is. Ja. Eigenlijk. Gaan we het over René van der Gijp hebben? Ja. Nou, gisteravond is de politie iemand aangehouden die samen met twee anderen eind april geprobeerd hebben om René van der Gijp te overvallen. We hebben het vorige week over gehad, hè? Over de hele gedoe rondom VI. Sascha, heb je dat een klein beetje gevolgd? Ja, over racisme en de ruzie tussen hun drieën. Dat klopt. Daar heb ik een beetje meegekregen. Ontkom je ook niet aan. Nee, maar we hadden het vorige week erover. We hadden een beetje waarom Wilfred Gené nou die NSB'er is. Daar hebben we het toen over gehad. Maar wat vind jij nou van dat hele gebeuren? Dat hele zooitje? Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het echt gewoon... Ik vind hun show ook gewoon stom. Ja, oké, maar los van het feit dat de show misschien een beetje matig is, wat vind je van het hele debat waar het nou eigenlijk over gaat? Nou ja, weet je, ik vind het voor die mensen heel vervelend. Die voelen dat ze daarin gediscrimineerd en ten nadele getrokken worden. Dus ja, ik vind dat voor hun heel vervelend. En ja, ik denk ook, zeg maar, dat als mensen ermee gaan bemoeien, dan komen er ook gewoon zulke strijden. En ik word er echt... beu van dat heel mijn Facebook vol stond. Ja, nee. Met dit. Gewoon dat. Ja. Gewoon zo iemand die weer zijn mond open moet trekken over... Nou, ik vind het wel ironisch, want er gebeurt natuurlijk superveel in Amerika ook. Daar is gewoon ook het hele gedoe om de macht daar natuurlijk weer met onze Donald Trump. En in Nederland klagen ze ook weer de politie met allemaal van die dingen aan over en die ze profileren. En dan is het grote nieuws dat VI ruzie heeft. Ja. Dat is. Dat vind ik goud. Dat is wel echt typisch Nederlands. Rick. Wel. Ja, toch? Ze maken zich bijvoorbeeld niet druk om een naam als Blackpink. Dat vind ik weer racistisch. Ja, nee, maar Sascha en dan Johan Derksen, is dat een man van je hart? Nou, absoluut niet. Sowieso, de kapsel, dan mag hij wel wat aan doen. Het kapsel en snor. Ja, oh, nee, en snor, ja. Hij komt uit Drenthe, hè? Dat is niet heel ver van jou vandaan, toch? Nee, maar daarom vind ik het juist een verschrikkelijke man. Oh, echt? Wist je dat ook? Had je ook echt al iets tegen? Nou, je kent het nummer van Arjen Lubach wel, toch? Met dat ze op een gegeven moment zingen van, als oma komt uit Drenthe. Nee, welke is dat dan? Beter in bed. Oh ja, natuurlijk wel. Nou ja, dat zegt al genoeg. Ze hadden het gestoord of ze komen uit Drenthe. Ja. Oh, dat ja. Precies, ja. Nou ja, dat is een beetje. Sorry, Drenthenaren. Gaan we nog serieus bijpakken voor dat ene zinnetje? Nee. Ik dacht eigenlijk wel even een klein stukje, maar ik vond het eigenlijk niet leuk. Nee. Dus ik doe het niet. Nee, maar heb je echt iets tegen mensen uit Drenthe? Nee. Dat is gewoon echt volkomen een grap. Oké, heel goed. Nou, ik vond het leuk. Ja. Mooi. We zijn net te kijken. Het volgende nummer gaat eigenlijk best wel een beetje over Sascha. Waarom? nou. Want, iets met lengte. Gaat het over kleine geiten? Groter dan ik. Happy New Year. De virus zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik.